De Anton de Kom Universiteit van Suriname, ADECUS, organiseerde gisteren een introductiedag met betrekking tot het onderzoeksproject tussen de studierichting Public Administration van ADECUS en het Departement voor Bestuur en Organisatiewetenschap van de Universiteit van Utrecht. De studierichting Public Administration, PA, van de Anton de Kom Universiteit werd in maart 2016 benaderd voor participatie in het jaarlijks researchproject van het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschappen van de Universiteit van Utrecht. Het maatschappelijk onderzoeksproject is getiteld Publieke waardecreatie door middel van maatschappelijke zelforganisatie. 20 studenten van de USBO en 10 studenten van PA werden aan elkaar gekoppeld in trio's. 2 USBO-studenten en 1 PA-student. Er zijn 3 thema's geïdentificeerd, namelijk zorg en welzijn, onderwijs en opleidingen en taal en cultuur. Conchita Redan, Surinaamse student PA, studierichting Bestuursbeleid en Management op ADECUS, heeft samen met haar Nederlands duo een onderzoek gedaan binnen het domein onderwijs en opleiding. Volgens Redan is de aanleiding tot het onderzoek van het duo de naschoolse opvang. Het naschoolse opvangsproject is een project dat 4 jaar gedraaid heeft hier in Suriname. En het is een project dat uitgevoerd is op de basisscholen. Dit project is na die 4 jaren stopgezet en wij vroegen ons af, wat gebeurt er dus nu in die tussentijd? Op welke manier geven kinderen dus invulling aan hun middagbesteding? Hoe zit het nou precies met de thema's huiswerkbegeleiding en op welke manier wordt er dus dan omgegaan met sport en recreatie? Wel, we zijn dus bij het aanpakgedeelte gekomen van de presentatie. Dus dat heeft dus te maken met welke methode we gehanteerd hebben om dit onderzoek te doen. We hebben ons, aangezien het een kwalitatief onderzoek is, gefocust op interviews. We hebben dus interviews gedaan en geïdentificeerd binnen de wijk Latour welke de belangrijke actoren waren. Redan zei verder dat het duo dat bestond uit de studenten Margot Fischer en Siem Poelman van USBO tijdens het onderzoek heeft kunnen constateren dat er sprake is van een noodtoestand. Wat we te weten zijn gekomen bij ons onderzoek is dat er namelijk een noodzaak bestaat binnen Latour. De noodzaak is met name dat nu de naschoolse opvang is stopgezet, dat de ouders die allemaal wonen en werken binnen de wijk veel minder tijd hebben om hun kinderen te begeleiden. Dit vanwege de economische situatie in het land zijn de meeste ouders, die hebben dus 2, 3, 4 baantjes om natuurlijk in hun eerste behoeftes te voorzien. En de begeleiding van kinderen komt dan daardoor op de tweede plaats. Niet dat ze daar geen aandacht voor hebben, maar ze hebben er gewoon de tijd niet voor. Aldus Conchita Redan, PA-student op de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Zij sprak gisteren tijdens de introductiedag met betrekking tot het onderzoeksproject van ADECUS in samenwerking met de Universiteit van Utrecht.